In de vorige video heb ik de kop van de leeuw op quadrangles gezet. Dat is prima. Maar dan zie je dat die allemaal hier driehoeken gaan zetten. En het is een beetje een tering zo hier. Dus ik zet wel even regular grid aan. Die staat nu op 10. Dit zijn onwijs veel polygonen, hè? Maar dat gaan we straks wel reduceren. En hier zit opeens een gat. Dat steekt door de deksel heen. Dat komt omdat hij dit plat wil houden. Hij snapt niet dat dit eigenlijk een kromme surface is. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dit kunnen we editable maken. En nu heb ik, als ik het editable maak, een cap en een extrude. Dat is dus het randje en de cap zelf. Nou, die kunnen we eventjes bij elkaar douwen. Bij mesh, conversion, connect en delete. Dit hebben we al eerder gedaan met die twee lijnen van het oog en de contour van de leeuwenkop. Dus nu is dit één object. Maar deze rand op de rand van de cap en de extrude is nog steeds een dubbele edge. Dus die moet ik even opruimen. Want ik weet dat dat voor problemen kan zorgen. Dat is gewoon even netjes. Ik ga naar Mesh, Commands, Optimize. Je kan ook UO gebruiken. Right. Dan zie je dat hij hier gelijk ook die phone breaks gaat oplossen. Want hij probeert te middelen tussen het randje en de bovenkant van die leeuwenkop. Dit zijn veel te veel polygonen. En daar moet ik wat aan doen. Dus ik pak een speciaal object, namelijk de Polygon Reduction. Nou, het zegt precies wat het gaat doen. En ik gooi hier die cap, die moet ik nog eventjes leeuw noemen, die gooi ik hier gewoon in. En eerlijk gezegd ziet dit er, behalve dan die edge die helemaal wordt gecrunched, ziet dit er niet verkeerd uit. Dat is ongeveer wat ik bedoel. Ja, het wordt een takkenzooi, weet ik. Eens even kijken wat er in die Polygon Reduction zelf staat. Nou, hier staat bijvoorbeeld Boundary Reduction Angle. Als ik die ophoog, dan zie je al wat er gebeurt. Dan blijft er niks meer over. Ik ben hem zelfs bijna kwijt. Wacht even. Enzovoort, enzovoort. Dan hou ik me niet zo heel erg goed aan de boundary. Nou, die zet ik even op 0. Want ik wil die boundary juist heel strak houden. En dit ziet er eigenlijk best wel goed uit. Even kijken of ik nog meer kan reduceren, nou ja, eigenlijk minder. Want hij staat nu op 90%. Dus 90% van alle polygonen haalt IR uit. Eens even kijken, als ik dit nog verder reduceer, wordt het dan beter? Ja, wel iets. Maar, weet je, ik vind dit eigenlijk, even kijken, nou, hier raak ik wel erg veel kwijt. Ja. Dus ik ga hem rond de 90 houden. 87 zoiets. Dit vind ik wel oké. En dan gaan we toch maar eens even kijken. Want als ik dit wil omzetten naar een, weer een polygone mesh. Dan zal ik hoogstwaarschijnlijk weer naar current state to object moeten. Weet je nog wel, want ik kan hem niet editable maken. Current state to object. En dan heb ik hier opeens een polygon reduction ding met een mesh erin. Nou, deze gooien we even weg. Dat is mijn oorspronkelijke. Die kunnen we er natuurlijk uithalen. En dan houden we dit over. Nou, sowieso zit er hier een deuk in. Zullen we die er eerst even uithalen? En ik ga even maar wat proberen. Maar ik kan natuurlijk bijvoorbeeld hier weer een FFD of een SphereFi ingooien. FFD vind ik ietsje meer controle geven. Dus ik pak een FFD. Die zet ik over de leeuw heen en ik zeg fit the parent. Ik maak wat groter, want anders vallen er wel eens een keer puntjes erbuiten. Zo. En dan pak ik alleen het middelste punt. Zo. En die trek ik wat omhoog. En dan zie je, ik trek wel een beetje ook de rand mee, maar dat vind ik niet zo heel erg. Nou ligt die leeuwenkop er in ieder geval bovenop. In het volgende hoofdstukje ga ik heel even kijken of ik zaakje een beetje kan untriangulaten. Dus alle driehoeken eruit en quads ervoor in de plaats. Dat zou mooi zijn. Ik zet deze eventjes onzichtbaar. Die kan ik straks wel editable maken als ik helemaal tevreden ben over de leeuwenkop.